ook een plechtig moment, want vandaag is het de officiële opening van onze nieuwe tribune. We gaan voldoen aan recensie 1A en ik geef graag het woord aan de voorzitter Fons Bars. Vandaag is eigenlijk de eerste fase van ons project klaar. Dus ons stadion voldoet vandaag zo goed als aan de recensievoorwaarden 1A. Gisteren hebben we controle gekregen van Nico de Pauw van de Belgische Voetbond, de man die de stadions overal moet keuren voor de recensiecommissie. Onze verlichting had een lichtcapaciteit van 1170 lux. Ik herhaal 1170 lux. Het rapport van Nico de Pauw zal dus ook in het rapport zitten van de brandweer, die dus ook een positief rapport heeft afgegeven. En belangrijk ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Evi de Munk, heeft dus ook een positief rapport afgegeven. Ik ga even een besluit voorlezen in de regel, waarin dat Evi de Munk stelt dat het bestrijden op het vlak van veiligheid en inzet kan deze club alleen maar als voorbeeld zijn voor alle andere clubs, zowel in tweede als eerste klasse. Tot slot als voorzitter moet ik ook nog zeggen dat er dus duidelijk een onderscheid is tussen Deurne Invest en AGCB. De Nederlandsen hebben gezegd, we gaan vooral mikken op onze licentie 1A om de probleem in 1B te krijgen. Het stadion is klaar, of dat we in 1B zullen zijn, hangt af of dat we meer als 8 clubs licentie 1A hebben. Is dat niet het geval, dan zijn we erbij en spelen we volgend jaar in 1B. En met die extra tv-gelden die we dan krijgen, zullen wij zorgen voor een uitbouw van de ploeg. Zodanig dat we als doelstelling moeten zeggen, zeker in B blijven niet zakken. Maar we hebben ook in schrik, als andere clubs nog via Lautrugge een licentie 1A krijgen, en we dan toch gedoemd zijn om, of gedoemd is het verkeerde woord, of dat we dan toch zullen moeten spelen in de eerste klas amateur. Dan zullen we ook sportief onze ploeg versterken. Het stadion is in orde, wij kunnen dan alle financiële middelen die er zijn en die waarschijnlijk zullen groeien door dit project gebruiken om de vloer ook sportief beter te maken. En dan is de doelstelling om zo snel mogelijk naar KNB te gaan en concreet wil dat zeggen, maximum 3 jaar willen wij dan de stap zetten naar KNB. Wij zijn de Klaarloopsupporters, jullie ook, wij allemaal samen gaan met AGC Geel naar het profvoetbal. Dank u. Wat dat hier gepresteerd is op een enorm korte tijd, dan kunnen wij als bestuur daar alleen maar enorm blij en tevreden mee zijn. Er wordt enorm hard gewerkt om de voorwaarden te vervullen die dat wonder opleggen. Ik sta er nog altijd van versteld dat daar zo'n zware voorwaarden opgelegd worden, maar wat hier gerealiseerd ziet in Geel, dat is geweldig. Nu vanuit het bestuur krijgen wij ASV een bijzonder warm hart toe. En wij willen samen met hen verder aan de slag dat de toekomst er zo hard gewerkt, er zo goed wil aanwezig om de toekomst van ASV verder mee uit te bouwen. Wij gaan een stuurgroep voorzien waar we samen met de verantwoordelijken van de voetbal aan de slag kunnen gaan. Kijken wat de mogelijkheden zijn, kijken wat de vragen zijn, kijken waar we moeten bijsturen of waar we moeten aanpassen om elkaar zoveel mogelijk te vinden in de toekomst van ASV te verzekeren. Jan, al jaren hondstrouwe sponsor van dit ASV Geel. Jongens, wat zijn we hier allemaal aan het realiseren? Vertel het eens. Ja, ik ga met de Fons back samen doen. Ik zeg Fons, 5 jaar aan het willen, 10 jaar hier zitten. Ik zeg een eigen heel groot stadion zitten. En we zijn met Stadsgang en gaan babbelen en ze doen met ons alles mee. Dat is een heel geweldig. En ik ben er heel blij dat we hebben van de burgemeester. En als we onze droom mogen hebben wezenlijk, als we dat mogen doen, ik denk dat dat wel gaat lukken. Want met die studiegroep samen met de stad, gaan we hier nog een stadion bouwen van 18.600 mensen. Dat is niet niks. Maar de toekomst ook voor onze jeugd, hè. En ons heeft dat ook misschien al verteld. Als we in die amateurstreek spelen, dan mogen we maar 2 jaar meer in nationale spelen. Dus we moeten zo snel mogelijk in de IMB zijn. Of dat ons gaat gelukken, ik denk dat wel, maar die infrastructuur die moet zo gesloten worden. En dan denk ik dat de rest ook nog komt. Het zal een kwestie van jaren zijn.
hangt allemaal af van de goedkeuring en dan de procedures en zo. Maar het staat in het concept, het staat eigenlijk op papier. Dat moet alleen nog een beetje gebouwd worden. En ik moet mijn dank dat toch ook uitspreken aan al die investeerders en nu ook al die medewerkers die hier hebben aan meegewerkt. We hebben een mail gestuurd naar alle sportclubs en die hebben daar enorm op gereageerd. Dus ik ben er heel blij voor. En dat we hier nu al zo ver staan, dat is alleen dankzij alle mensen samen. Dat het fonds al gezegd, alle mensen samen. Dankjewel, Jan Thomas. En de burgemeester gaat officieel en plechtig het lint doorknippen. Samen met de schepen van sport, Nadine Laarmans. De officiële opening van de tribune gebeurt nu. Stukje eruit knippen. Voilà, zeg. Herinnering aan een historisch moment. De opening van de nieuwe tribune. Geef ze daar een applaus aan.